Hoi allemaal, leuk voor kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Ik had eigenlijk vandaag van 9 tot 12 naar school gemoeten, maar ik voelde me vanmorgen echt niet lekker. En ik dacht, ja, vandaag heb ik maar 3 uurtjes en de rest van de week zit ik altijd tot 4:30 of tot 6. Dan kan ik beter gewoon vandaag eventjes thuis blijven en uitzieken. En dan de rest van de dagen wel gewoon volop naar school. Dus dat is wat ik heb gedaan. Mijn haar ziet er ook echt niet uit, maar ik moet vanmiddag werken. Van 4:30 tot 8:30, dus ik had echt geen zin om mijn haar te doen. Vond ik ook een beetje onzin. Dus dat heb ik niet gedaan. Ik heb wel een heel klein beetje make-up op gedaan. Want ik ga zo meteen een skincare routine voor jullie opnemen. Die heb ik natuurlijk al een tijdje beloofd. Maar ik wachtte nog steeds op een paar producten. Maar dat is nu eindelijk binnen. Dus ik kan het nu gaan opnemen. Als het goed is, is die afgelopen vrijdag voor jullie online gekomen. Dus dat is wat ik vandaag ga doen. Als het goed is, zijn er ook 2 pakketjes bij mijn oma bezorgd. Dus die ga ik zo meteen ook eventjes ophalen. Zodat ik die aan jullie kan laten zien. En ja, het is nu volgens mij... Het is nu 12:30 en dan om 4:30 moet ik werken. Dus ik heb gelukkig nog wel eventjes de tijd. Maar ja. Ik heb even lekker croissantje in de oven gedaan en ik ga deze 2 nu opeten. Hier liggen er nog 4. Geen idee wat daarmee gaat gebeuren. Misschien als avondeten straks voordat ik moet werken. Ik ga nu eerst eventjes lekker deze 2 opeten. Stof heeft de ham ertussen uitgehaald, want bij de, Aldi ga je dood van de vleeswaren, hè? Zo? Ik weet echt niet of je het ziet op camera, maar ik ben echt net 3 minuten binnen en ik ben zo blij dat ik binnen ben. Kijk even hoe hard het regent. Oh mijn god. Het is trouwens woensdag vandaag. Ik ben thuis van school. Het is 4:30. En er is vandaag zoiets bizars gebeurd. Nou ja, ik ga jullie het eventjes vertellen. Het is gewoon echt fucking smerig wat er was gebeurd. Ik was op school en ik was samen met Sophia en Rowan. En we hadden pauze. En ik had crackertjes bij me, maar ik had niks voor erop. Dus wij gingen eventjes naar de Aldi. Dat was de enige supermarkt bij ons in de buurt. Dus ik had een bakje met eiersalade gehaald. Gewoon een bakje met eiersalade, niks aan hand. Dus nou, ik lekker mijn crackertjes opgegeten, maar ik had nog super veel eiersalade over. Dus ik had dat in mijn tas gedaan. Waar mijn laptop in zat. Even kijken, ik zal even laten zien wat er allemaal in zat. Mijn laptop zat erin. Er zaten papieren in van Nederlands. Mijn oortjes, mijn oplader. Mijn camera, met mijn camerahoes zat erin. Of, nou, we hebben les gehad en ik ruik iets en ik kijk in mijn tas. En dat eierbaksalade dingetje is dus opengegaan in mijn tas. Heel mijn tas zat onder de eiersalade. Mijn oortje zat helemaal onder de eiersalade. Heel mijn camerahoes zat onder de eiersalade. Gewoon echt... In die rit en het stonk en het was zo vies. Dus ik heb dat telefoon of dat camerahoesje heb ik gewoon weggegooid. Want ik heb er nog eentje. Dus ik dacht, ja, doei, ik krijg niet die eiersalade ding bewaren. Het is zo smerig. En mijn tas is van binnen, was met stof. Dus heel dat eiersalade was er ingetrokken. Heel mijn hoes. Ik weet niet of je die vlek hier ziet. Allemaal eiersalade. Dus ik heb alles schoongemaakt. Toen heb ik mijn tas weggegooid. Omdat die tas was zo vies. Ik kon daar echt niks meer mee. En toen hebben Fleur en Samantha, andere Fleur. Die ging ook naar de Aldi. Die hebben toen een plastic tas voor me meegenomen. Dus dit was van vandaag mijn schooltas. Het was zo vies, jongens. Het was echt... Ik heb dus een beetje van Zoe overgenomen. Dat als ik een vieze geur ruik, dat ik echt zwaar moet kokhalsen. En vandaag was het echt zo'n dag dat ik echt zwaar moest kokhalsen. Ik rook die eiersalade geur. Ik ruik hem nog steeds. Hij zit nog steeds aan mijn handen en aan mijn laptophoes. Ik ga echt eventjes mijn laptophoes denk ik in een sokje zetten of zo. Want... Ik ruik die geur nog steeds. En ik ga echt over mijn nek van die geur. Gisteren had ik trouwens ook niet echt meer iets gefilmd. Want ik ben gisteren ook ziek thuis gebleven van school. Ik voelde me echt niet lekker. En toen in de middag ging het eigenlijk wel weer een stuk beter. Toen ben ik met Miel eventjes naar de IKEA geweest. Dus ik zal zo meteen ook eventjes laten zien wat ik bij de IKEA heb gekocht. En er zijn weer 2 of 3 pakketjes binnengekomen. Dus die zal ik ook eventjes laten zien. Maar kijk eventjes naar onze woonkamer. Wacht. Mijn vader wil dus midden november, of nou ja, de afspraak staat pas midden november, heel de woonkamer laten stukken. En daarvoor moest het behang er natuurlijk van af zijn. En hij dacht, weet je, goh, laat ik dat alvast lekker doen. Dus wij hebben nu een hele woonkamer zonder behang. Het is gewoon 1,5 beton. Maar aan de andere kant ook wel wat chill, want 25 oktober geef ik een Halloween feestje. Dus ik kan nu gewoon lekker de muren bekleden met nepbloed en zo. Oh ja, we hebben toch geen behang of stuk of iets. Het komt pas 1/2 november. Oh mijn god, jongens, het begint echt zoveel harder te regenen. Kijk nou, dit is toch niet normaal?
Holy shit, dit is echt niet normaal. Oké, ik ga jullie eventjes meenemen naar boven en laten zien wat voor pakketjes ik binnen heb gekregen. Ja, het zijn bijna allemaal zelfverkochte pakketjes, niet helemaal. In mijn paar afgelopen vlogs kreeg ik wel eens de vraag of ik weer wat vaker mijn outfits wil laten zien. Omdat ik dat best wel vaak eigenlijk vergeet of gewoon niet laten zien. Dus dat zal ik bij deze even doen. Ik had deze nieuwe trui aan van Colorful Rebel met dit op de achterkant. Die vind ik echt super leuk en hij is echt bizar lekker warm. Met deze skinny van de Pieces en mijn Dr. Martens die gecustomized zijn naar Off-White. En ik zal eventjes een linkje in de beschrijving zetten. Want in mijn vorige week vlog kreeg ik er weer echt super veel de vraag over. En ik denk dat ik ze eindelijk heb ingelopen. Dus daar ben ik echt rete blij mee. Maar oké, ik zal eventjes laten zien wat voor pakketjes ik allemaal heb ontvangen. Als allereerst van Colorful Rebel. Ik had natuurlijk in de vorige week vlog laten zien dat ik een pakketje van hun had ontvangen. Waar deze trui ook toe behoorde. Maar ik had ook een leren legging met sterretjes aan de zijkant. Alleen ik had er een XS van. En hij zat bij mijn billen, met mijn heupen net even ietsje zo strak. En ik denk dat een S te lang zou worden. Dus ik had toen gemaild of ik hem misschien terug mocht sturen. Want ik vind het ook zonde als ik hier een legging heb liggen van 100 euro. Die ik niet past. Terwijl zij die gewoon hadden door kunnen verkopen. Dus dat heb ik gedaan. En daarvoor mocht ik iets anders voor in plaats uitzoeken. En zoals ik al vertelde, door Glamour Day hadden ze niet heel veel dingetjes meer in een XS. Maar toen zag ik deze trui. En die vond ik ook wel heel erg leuk. En dat is gewoon deze simpele rode trui. En dan op de zijkant staat Wild en West. Zelf heb ik ook nog een trui bij Colorful Rebel besteld. Maar dat was een pre-order. Dus die komt pas 12 november. Dat is pas over een maand. Komt die binnen. Maar ja, die heb ik wel in ieder geval. Dus deze. En die heb ik dus ook mogen ontvangen van Colorful Rebel. Dan heb ik nog een trui slash topje bij de Zara besteld. Want ik was 2 weken geleden ongeveer met Rosa naar Amsterdam. En toen waren we bij de Zara. En daar had ik een topje gepast. En die had ik toen niet gekocht. Omdat ik heb dat topje al. Maar dan een andere kleur groen. En ik had hem toen in het groen gepast. Maar ja, ik vind dat topje gewoon echt super chill en heel erg leuk. Dus ik dacht, weet je, ik bestel hem gewoon. Maar dan in het, ja, beetje donkergrijs anthraciet kleur. En die kleur heb ik niet. Want ik vond het een beetje onzin om 2 soorten groene tops hiervan te hebben. En dat is deze. Ik heb hier dus ook ooit een keertje een foto mee op mijn Instagram geplaatst. Maar dan in die groene kleur. Ik kreeg super veel de vraag van waar heb je die vandaan. Die heb ik toen bij de Zara Sale gekocht. Dus die was van de zomercollectie. Maar deze is dus van de wintercollectie. En die kwaliteit is ook wat dikker. Het stofje is wat dikker. Dus dat is natuurlijk heel erg chill. Ik heb hem in een maatje S. En hij is €15,95. En ze hebben hem dus ook in het legergroen en in dat crème kleurig. Maar ik vond deze heel, heel erg leuk. Dus die. En dan is laatst nog een bikini van Bio de Leo. Ik had het in mijn vorige week nog al verteld. Dat ik eigenlijk naar de Simple Sale zou gaan. Maar ik voelde me niet lekker. Dus ik was niet gaan. Maar ik had toch een bikini besteld. Maar ik twijfel een beetje over deze bikini. Of ik hem ga houden, ja of nee. Rosa had hem ingepakt. Dus die had echt een super leuk kaartje erbij gedaan. En even kijken. Het is de denim. En dan dit broekje. En dan bijbehorende topje. Even kijken deze. En ik vind hem echt heel erg leuk. Maar ja, ik weet niet of ik het topje heel erg mooi vind zitten. En ik heb zoiets van, ik heb nu dan deze bikini gekocht voor €55. Terwijl het wordt weer winter. Zoals je net zag, regent het echt fucking hard. Dus de komende tijd ga ik deze nog niet aankunnen. En binnenkort krijgen ze ook weer natuurlijk een nieuwe collectie. Dus misschien kan ik dan beter het geld daarvoor bewaren. Maar ik twijfel nog een beetje. Maar misschien hou ik hem wel. Maar die in ieder geval. Dus bij de IKEA heb ik 2 van die grote zwarte dozen gekocht. Deze heette de Drona. En dat zijn gewoon van die canvas dozen. Ik heb hier zo'n ladekast met van die 8 blokken. En die ga ik er dus inzetten. Ik heb er al 2 van, maar nu heb ik er dus 4. Dan heb ik nog eventjes kledingrollers gekocht. Echt een roller. En deze zijn voor Miu van die navuldingetjes. Dan nog deze heerlijke geurkaarsen. Deze heb ik gisteravond al gebrand. En dit is met vanillegeur. En deze ruiken zo. Oh, lekker. Het is echt niet normaal. Kijk nou. Ja, kijk nou. Ik zou echt willen dat jullie dit konden ruiken. Want dit is echt gigantisch lekker. En dat was het volgens mij wel weer wat ik allemaal heb gekocht. Ik heb hier een hele grote verhuisdoos staan. En ik ga er nu allemaal troep in doen die mee moet naar mijn andere kamer. Want vanavond gaan mijn vader, Milan en ik, Milan weet nog niet dat hij gaat helpen, maar gaat wel eventjes helpen, gaan we beginnen met al die spullen uit mijn kamer te verplaatsen naar Sam's kamer. Want Sam en ik gaan deze week van kamer verwisselen. En ik ben morgen vrij van stage, want ik moet zondag stage lopen in de spa. Dus dan ben je automatisch op donderdag vrij. Dus morgen ga ik ook mijn muur verven. Dus vandaar dat we vanavond alles overgeplaatst willen hebben. Dus vandaar dat ik eventjes alles in de verhuisdoos ga doen, zodat we het gewoon makkelijk naar die andere kamer kunnen doen.
Dus ik denk dat ik dat nu lekker ga doen. Ondertussen video's ga kijken. Even dit ga opruimen. Het is donderdag vandaag en ik weet niet of jullie het al een beetje kunnen zien. Maar ik sta in mijn oude kamer. Want gisteravond hebben mijn vader, Milan en ik echt van 6 uur tot 10 uur ongeveer alle meubels verplaatst. Hier stond natuurlijk eerst mijn bed. Er staat nu Sam's zijn bed. Zijn tv staat er. Zijn spullen staan er op de kast. Hij heeft hier zijn bankje. Bureau en kast. Dit was mijn oude kast, maar dat wordt Sam's nieuwe kast. Of dat is nu Sam's nieuwe kast. Volgens mij zitten al zijn spullen er ook al in. Ja. Dit is nu mijn broertjes kast. Ik krijg een nieuwe kast. Of nou wel gewoon dezelfde, maar een nieuw deel. Want anders moesten ze zeg maar deze uit elkaar gaan halen. In mijn kamer gaan zetten. Terwijl ik graag precies dezelfde kast. Dus we hebben deze gewoon lekker hier laten staan. Sam's kamer is in principe nu wel een soort van klaar. Maar mijn kamer echt totaal nog niet. Dat ga ik vandaag verven. Het is echt een zootje. Ik ga het eventjes aan je laten zien. Het is echt één grote bende. Maar dat komt omdat ik vandaag die muur ga verven. En hier staat Sam's oude kledingkast. Maar daar zit nu eventjes mijn kleding in. Wat in die andere kast zat. En kijk eventjes. Het is toch niet normaal, oké. Okay. Hier heb je allemaal hangdingen. Hier heb je truien allemaal. En mijn badjas, die had ik net aan, maar die heb ik even uitgetrokken. Hier heb ik nog allemaal truien en t-shirtjes. Hier allemaal zomertops. Daar een bak met allemaal bikini en ondergoed. Dit is een plankje van Miu. En hier ook nog allemaal zooi. En dat is dus wat allemaal uit die oude kast kwam. Want hier staat mijn andere kast. En deze is in principe wel gewoon ja, goed geordend nu. Die heb ik gisteren ook weer helemaal opgeruimd. Hier hangen nu allemaal jasjes en daar drie blousjes. Hier staan wat dozen die ik niet weg wil doen en tassen. Hier staan al mijn schoenen. En daar hangen al mijn broeken en rokjes en zo. En daarbovenop liggen, ik weet niet of je het kunt zien, ja, daar liggen strandtassen. Dus deze kast is in principe nu klaar. Hier staan allemaal vuilniszakken met kleding wat weg kan. Maar wat dus het idee wordt, is dat ik nog zo'n kast als deze erbij krijg, maar ook een hoekdeel. Zodat ik een soort van hoekkast heb. Ik weet nog niet wat ik met die ga doen. Deze kaptafel gaat naar mijn moeder. Deze kast gaat uiteindelijk weg als mijn andere kast er is. Want ja, ik moet wel ergens mijn kleding kwijt. En dit is de rest van de situatie. En vandaag ga ik dus die muur verven. Maar dat ga ik niet in deze weekvlog laten zien. Want ik ga er een aparte video over maken. Dus ik ga nu eventjes alles afplakken. De volgende video soort van starten. En dan ga ik het eerste laagje erop doen. Dan ga ik eventjes een voice-over voor mijn skincare routine opnemen. Of inspreken, hoe je het wil noemen. En dan hoop ik dat ik vandaag ook het tweede laag kan doen. Zodat deze muur vandaag eerst en tweede laag kan krijgen. Morgen moet ik gewoon stage lopen. En daarna ga ik naar Jet. Dus morgen heb ik er verder geen tijd voor. Hoop ik dat ik zondag de derde laag kan doen. Want omdat het dus van dat fotobehang is, moet er waarschijnlijk wel drie lagen overheen. Dus ik hoop dat ik zaterdag deze muur af kan hebben. Zodat alles wat aan deze kant hoort te staan gewoon netjes hier op zijn plek kan komen. Zodat al die spullen van daar hierin geschoven kunnen worden. Want hier zit ook een kleur op. Beetje, ja, bruin, rood, grijs of zo. En die muur wil ik gewoon wit hebben. Dus dat is een beetje hoe ik hoop dat het gaat lopen. En deze muur moet denk ik ook nog wel opnieuw geverfd worden. Want ik denk niet dat je het op camera ziet. Maar deze muur is niet meer helemaal wit. Dus het wordt een aardige uitdaging. Maar dat zullen jullie allemaal zien in de kamer makeover video. Daar ga ik in deze video niet te veel over vertellen. Ik krijg een lam arm. Ik ga afplakken. En dan zie ik jullie strakjes weer. Ik ben trouwens vandaag vrij. Omdat ik dus zondag in de spa-stage moet lopen. Dus niet dat je denkt, ze gaan gewoon hier naar school. Nee, ik ben lekker vrij vandaag. Oké, de tweede laag zit erop. Die ga ik nu eventjes laten drogen. En dan ga ik zo meteen eerst avondeten. Eventjes het bed van mijn broertje opmaken. Want Milan en ik slapen vanavond in mijn broertjeskamer. Want ik ga echt niet in die verflucht liggen. Maar er waren twee pakketjes binnengekomen. Of nou ja, één pakketje. Of nou ja, twee pakketjes, maar wel van hetzelfde bedrijf. En dat is namelijk van My Misty To Go. Heb ik twee adventkalenders mogen ontvangen. Waar ik echt super excited over ben. Want ik zie hem best wel vaak voorbij komen. Ik had er zelf nog nooit iets van geprobeerd. Als goed is, zit er in één van de boxen zit Misty. En in een ander zit iets anders. Ik wist nog niet precies wat dat was. Maar ik dacht misschien is het wel heel erg leuk om er nu eentje met jullie open te maken. Let eventjes niet op mijn gezicht en op mijn haar. Want ik ga vanavond pas douchen als ik de derde laag op de muur heb gedaan. Want ik vind het nu een beetje onzin. Want ik zit toch wel helemaal onder de verf. Kan ik nu wel gaan douchen, maar zit ik straks weer onder de verf. Dus dat ga ik niet doen. Maar ik ga wel eventjes één box met jullie openmaken. Dat leek me wel heel erg leuk.
De rest van de informatie over deze box zal ik eventjes in de beschrijving zetten. Oké, we gaan de groene box openmaken. En nummertje 1 heb ik al gevonden. Dus daar gaan we mee beginnen. Oké, volgens mij is dit wel de muesli box. En als eerste deze erin. En dit is volgens mij met appel. Oké, dan gaan we op zoek naar nummertje 2. Oh, die zit hier bovenaan. En deze is met blueberry. Pakje nummer 3. Oh, ik zie nu trouwens pas op de voorkant dat erop staat wat er allemaal in zit. Hier zit bessen in, kokosnoot en chocola. Oké, dan gaan we naar nummertje 4. En in deze zitten blauwe bessen. Nummer 5. Het is volgens mij oorspronkelijk iets Duits, want het staat er dus allemaal in het Duits op. En hier staat bigger. Ik heb geen idee wat het is. Maar aan het plaatje zie je zit appel met druif, denk ik. Nummertje 6. Dus deze en dit is Advent muesli. Of Advents muesli. 7. Deze lijkt me heel lekker. Dit lijkt me tot nu toe mijn favoriet, want dit is met chocola. Nummertje 8. En dit is met aardbeidjes. 9. Dit is de eerste waarvan ik denk, ga ik die lekker vinden? Dit is namelijk met banaan. Meestal vind ik banaan in ja, gerechten of dit soort dingen nooit zo heel erg lekker. Net zoals bananenmilkshake vind ik ook niet lekker. Heel ander soort voorbeeld. Maar ik vind banaan echt vaak alleen lekker als het gewoon een banaan is. En niet in van dit soort dingetjes. Maar we gaan het proberen. Zo te zien is deze ook weer met aardbei en met besjes. Nummer 11. Deze is met honing. En dan deze en dit is met bramen. Nummertje 13 is met granaatappel. 14 is weer met chocola. 16 is met superfruit. 17. Nummer 17 is 20% proteïne cashew veggie muesli. 18 is met chocola en banaan. Nummer 19 lijkt me ook best wel lekker. Dit is cranberry met pistachenootjes. Deze lijkt me ook echt super lekker. Dit is namelijk met witte chocola. Nummer 21, mango met kokos. Deze met cacao. 23 is de Christmas granola. En als laatste 24 is de strawberry cheesecake. En als extra cadeautje staat aan de bovenkant van de 24 box een kortingsvoucher van 10 euro op je volgende bestelling. Volgens mij ben ik 16 vergeten. Wat een bijna gegooid. En dan echt als laatste heb je 16 met appel. Dat was dan de box en dit is de hele inhoud wat je ervoor terugkrijgt. Gewoon 24 ontbijtjes. Super leuk in zo'n box. Want als je hem bijvoorbeeld echt die ochtend openmaakt en gelijk opeet, hoef je dus ook niet te denken van, goh, wat zou ik vandaag eens eten? Kijk nou hoe leuk en hoeveel dit is. Zoals je misschien kunt zien, was ik toch best wel benieuwd wat er ook in een blauwe adventkalender zat. Dus die heb ik dus ook opengemaakt. Ook hier zitten weer 24 verschillende soorten smaken in. Net zoals bij de gewone muesli. Gewone muesli kan je natuurlijk gewoon eten door een beetje yoghurt in je bakje te doen. Muesli erop en klaar. Dit is net eventjes iets anders. Dit heeft ook een andere naam. Ik zal het eventjes in beeld zetten, want ik ben heel slecht in het uitspreken ervan. Je kan dus bijvoorbeeld melk warm maken in een pannetje. Dan doe je dit erbij, laat je even sudderen en dan kan je dit dus opeten. Echt als een soort havermout. Dus dat is ook weer heel erg leuk. Je hebt ook nog een deluxe adventkalender. Daar heb je de muesli in zitten en nog wat extra dingetjes volgens mij. En je hebt ook nog een adventkalender met echt muesli repen. Dus er is eigenlijk voor ieder wel een beetje wat wils. Ik ben echt heel erg benieuwd naar al die muesli smaken. Dus ik denk dat ik morgenochtend er eentje van ga eten. En dan zal ik jullie op de hoogte brengen wat ik ervan vond. Kijk nou eventjes hoe bizar. Ben je nou ook geïnteresseerd in een van deze boxen? Of denk je van ik wil mezelf cadeau geven of aan iemand anders cadeau geven? In de beschrijving staat een linkje. En met dat linkje krijg je korting. Op de deluxe kalenderbox krijg je 15 euro korting. Op de muesli to go box, dus op deze box, krijg je 12 euro korting. Op deze box krijg je 11 euro korting. En op de muesli repen kalender krijg je ook 12 euro korting. Dus ja, dat is natuurlijk gewoon best wel veel. Dus wil je die korting nou op die box, dan moet je eventjes op het linkje in de beschrijving klikken. Ik ga nu eventjes allemaal een plekje geven. En eventjes uitkiezen welke ik morgenochtend ga eten. Ik denk dat ik morgen gewoon ga beginnen met je chocola. Of zou ik de chocola juist bewaren? Het is zaterdag vandaag en let even
niet op hoe ik eruit zie. Maar ik heb heel de dag soort van geklust in mijn kamer. Ik heb de muur achter mij heb ik een keertje opnieuw wit geverfd. Ik heb de muur daar heb ik wit geverfd. Ik ga hem zo meteen een tweede laag geven. Ik ben naar de Hornbach geweest om verf te halen. Het was vandaag gewoon een soort van lekker zaterdags klusdagje. Zometeen hebben we de verjaardag van mijn oom. We gaan zo meteen eten. Ik zat net heel dit verhaal daar te vertellen. Maar toen had je mijn nieuwe kleur op de achtergrond. En ik wil nog niet dat jullie weten welke kleur mijn nieuwe muur is. Dat wil ik pas dat jullie dat kunnen zien in de room makeover video. Gisteren heb ik eigenlijk helemaal niks meer gefilmd. Een soort van vergeten. Want het was gewoon een drukke, maar ook leuke dag. Eerst moet ik van 9 tot 6 stage lopen. Daarna ben ik met Jet gezellig uit eten geweest. Bij Fratelli in de stad. Gingen we eventjes naar Jet haar huis. En toen zijn Storm, Milan, Jet en ik zijn met z'n vieren op zo'n dubbeldate geweest. En Jet die gaat met Storm en ik met Milan natuurlijk. En we zijn ook met z'n vieren heel goed bevriend. Toen zijn we naar de film geweest. Hoe was het nou? Angel Has Fallen. En dat was echt een hele leuke film. Ik vind de London Has Fallen en die andere. En dat andere deel ook echt super leuk. Dus deze vond ik ook echt heel leuk. Ik zie er echt verschrikkelijk uit. Maar goed, gisteren was dus wel een hele leuke dag. Alleen ik heb niet meer gefilmd. Morgen moet ik heel de dag stage lopen in de spa. Dus dat is een beetje jammer. Maar op zich niet. Ja, het is van 9:30 tot 6:00. Dus het is wel een lange dag. Gewoon wel heel je zondag is echt. Maar ik vind het op zich wel leuk. Wel is er net een pakketje van Zalando binnengekomen. Want ik wil binnenkort weer wat meer gaan sporten. Ik ga ook binnenkort mijn vet laten bevriezen. Dat zal ik in een andere weekvlog allemaal aan jullie gaan laten zien. Ik ga de 23e heb ik een afspraak. Dus dat is over 2 weken. Zal ik jullie ook wel meenemen in mijn vlog en zo. Dat ga ik namelijk doen met mijn eigen stage. Ga ik mijn vet laten bevriezen. En ik wil gewoon wat beter gaan eten. En niet per se gezonder gaan eten. Maar wel gewoon iedere dag ontbijten. Want ik ontbijt nooit. Dat is wel heel slecht. Ik heb natuurlijk nu heel veel muesli gekregen. Dus daar kan ik lekker mee ontbijten. Maar ik wil ook weer eventjes wat meer gaan bewegen en sporten. En ik had nog maar 2 sportleggings. In een lichtblauwe kleur. En in een beetje lavendelblauwe kleur. Dus ik dacht, weet je, misschien moet ik ook even een normaal sportleggingetje. En ik had bij Demi een sportlegging gezien die zij heel erg chill vond. En hij was nu met 5 euro korting of zo. Hij was van 40 naar 35. Dus die had ik besteld bij Zalando. En het is dus gewoon een sportlegging van Nike. Gewoon heel simpel. Een zwarte sportlegging. Tadam. En dit is de Nike One Tight Fit Mid-Rise. En ik vind dat wel altijd heel erg chill. Dus deze was nu 35 euro bij Zalando. En volgens mij hierachter. Ja, hierachter heeft hij ook een zakje. En hij is gewoon heel klein hier zo. Bij je benen logootje zitten. Niks bijzonders verder. Dus die. Hier ben ik wel weer echt heel blij mee. Want ik had dus gewoon geen normale sportlegging meer. En ik heb dus ook maar 1 sport BH. En geen 1 sport top. Ik sport altijd in dit soort t-shirtjes. Dus daar wil ik ook nog even voor gaan kijken binnenkort. Maar dat komt wel. Over 2 weken geef ik een Halloween feestje. En ik heb er zo bizar veel zin in. Ik ga jullie ook helemaal meenemen in het decoreren van het huis en zo. En misschien ook nog wel een Halloween look iets maken of zo. Het lijkt me wel echt heel erg leuk. Ik heb er gewoon zoveel zin in. Bizar. Maar goed. Deze weekvlog is volgens mij niet heel bijzonder geworden. Ik heb ook niet echt heel veel gedaan deze week. Vooral veel bezig geweest met mijn kamer. Maar ik wil daar ook weer niet te veel van laten zien. Want ik wil daar een aparte video natuurlijk van maken. Dus ja. Voor nu ga ik eventjes wachten. We gaan eten. Dan ga ik die muur nog een keertje wit verven. En dan douchen en klaarmaken voor de verjaardag van mijn oom. En dan hoop ik echt dat die muur in 1 keer gedekt is. Want anders moet ik, als ik terugkom, nog een keertje verven eroverheen. En we gaan als het goed is aankomende week ook mijn nieuwe kast halen. Nieuwe kledingkast, want ik heb al een pakskast. Maar het andere deel is in mijn broertjeskamer blijven staan. Dus ik krijg nu een hoekelement. En ik wil ook heel graag de Alex-ladekast en een klein bureautje. En dan gaat mijn make-up tafel naar mijn moeder. Dus ik hoop dat dat deze week ook gaat gebeuren. Zodat de room makeover video ook af is. Zodat die volgende week ook online kan. Dat lijkt me wel heel erg leuk. Dus ja, dat. Ik zie er echt verschrikkelijk uit. Ik lijk wel een zombie. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik luister een beetje omdat mijn broertje en mijn vader wil slapen. Maar het is namelijk 8 uur. Ik moet ook weer stage lopen in de spa. En ik ben echt heel erg moe. Ik ging op zich wel oké op tijd slapen. Gewoon 12 uur. Maar was nog wel echt zo moe. Ik heb wel mijn make-up al gedaan. Maar ga ik zo meteen doen. Maar ik ga nu eerst even ontbijten met die muesli. En ik heb nu berry en choco. Tot 6 uur.
Ik moet in deze kamer oprecht een andere lamp gaan kopen. Want de belichting hier in deze kamer is helemaal kut. Want hier heb ik namelijk geen licht. En daar heb ik heel veel licht. Maar ik ben tijdens mijn stage. Het was best wel een lange dag. Wel, ik heb 4 behandelingen gehad of zo. Dus dat was op zich wel chill en leuk om te doen. Ik ga nu eventjes mijn spullen pakken. En ik zie nu dus dat het regent. En oprecht 5 minuten geleden was het nog droog. Dus dat was een beetje kut. Want ik ga nu namelijk naar mijn moeder toe. En dan ga ik bij mijn moeder slapen. En Milan komt ook daar naartoe. Ik ga even lekker mijn spullen pakken. Ook een haarmaskertje meenemen. Zodat ik het even in mijn haar kan doen. Is wel nodig. En dan ga ik bij mijn moeder lekker wraps eten. Ik ben gisteren helemaal vergeten de weekvlog af te sluiten. Dus dat doe ik bij deze eventjes. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Misschien was hij een beetje saai. Sorry. Maar ik was vooral ook gewoon bezig met mijn kamer te veranderen. En ik was natuurlijk ziek begin van de week. Dus dat was niet een heel erg lekker begin van de weekvlog. Maar ik wil jullie alsnog heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En tot in de volgende weekvlog.